Morgan, brothers and sisters, in the hip hop, deze lectio divina van maandag, van de vijfde week van tijd door het jaar. En vandaag willen wij een heel bijzonder martelaar. En dat is heilige Paulus Mick en gezellen, martelaren. Paulus Mick werd tussen 1564 en 1566 in Japan geboren. Als lid van de Sociëteit van Jezus verkondigde hij met veel succes het evangelie onder zijn landgenoten. Na het uitbreiden van een christenvervolging werd hij met 25 anderen gevangen genomen. Dagelijks mishandeld werden ze tenslotte op transport gesteld naar Nagasaki, waar zij op 5 februari 1597 werden gekruisigd. Dus vandaag vieren wij deze martelaren van Japan. Leken die hebben geloof geschonken aan het evangelie, aan de blijde boodschap van de Heer. Ze hebben Christus genomen als Heer, als redder, als verlosser. En die waren ook getuigen van deze Christus. En daarna, omwille van de christenvervolging, werden zij ook gekruisigd, zoals zijn meester, zoals zijn redder. En wat een eer voor hen, maar ook een eer voor ons, dat wij christenen hebben die hun bloed geven omwille van hun geloof, om te getuigen en tot het einde toe trouw zijn aan hun geloof, aan hun keuze om christen te worden, om christen te zijn in deze wereld. En bloed van martelaren zijn zaden van geloof, zijn zaden van nieuw christenen. En vandaag willen wij ook hen herdenken en ook deze kracht vragen voor de Heilige Geest om ook niet, misschien gaan wij niet de marteldood beleven, niet van bloed, maar de marteldood van onze wil, de marteldood van onszelf om nee te zeggen tegen de zonden, nee te zeggen aan alle kansen die tot zonde brengen. Dus vieren wij vandaag hen en bidden wij met de voorspraak van Paulus Mickey en zijn gezellen. Uit het boek Genesis. In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en leeg. Duisternis lag over de diepte. Een hevige wind woer de wateren op. Toen sprak God: er moet licht zijn. En er was licht. En God zag dat het licht goed was. God scheidde het licht van de duisternis. Het licht noemde God dag en de duisternis noemde hij nacht. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de eerste dag. God sprak: er moet een uitspansel zijn tussen de wateren, een afscheiding tussen het ene water en het andere. En God maakte het uitspansel. Hij scheidde het water onder het uitspansel van het water erboven. Zo gebeurde het. Het uitspansel noemde God hemel. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de tweede dag. God sprak: het water onder de hemel moet naar een plaats samenvloeien, zodat het droger zichtbaar wordt. Het gebeurde het. Het droge noemde God land en het samenvloeiende water noemde hij zee. En God zag dat het goed was. God sprak: het land moet zich tooien met jong groen gras, zat wormend gewas en vruchtenbomen die ieder naar zijn soort
hun vruchten dragen met zaad erin. En uit het land schoot jong groen op, gras, zaad vormend gewas in allerlei soorten, en bomen die ieder naar zijn soort hun vruchten droegen en zaad erin. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de derde dag. God sprak: er moeten lichten zijn aan het hemelgewelf, die de dag van de nacht zullen scheiden. Zij moeten als tekens dienen, zowel voor de feesten als voor de dagen en de jaren, en tevens als lampen aan het hemelgewelf, om de aarde te verlichten. Zo gebeurde het. God maakte de twee grote lampen. De grootste over de dag te hissen, om over de dag te hissen. De kleinste om te hissen over de nacht. En hij maakte ook de sterren. God gaf ze een plaats aan het hemelgewelf om de aarde te verlichten, om te hissen over de dag en over de nacht, om het licht in de duisternis uiteen te houden. En God zag dat het goed was. Het werd avond en het werd ochtend. Dat was de vierde dag. Woord van de Heer. Wij danken God. Het is, zoals wij heel goed kennen, de scheppingsverhaal in het eerste hoofdstuk van Genesis. En wat trof mij hier is de vierde dag. De vierde dag is de dag waarop de Heer de lichten creëren, de lichten scheppen. Een licht om over de dag te hissen, een licht om over de nacht te hissen. En allebei waren nodig. En in de nacht van ons geloof hebben wij nog een licht die niet zo veel stralend als wij in het bezit van ons geloof zijn, als wij in de middag zijn, maar die bestaat wel. En wat God wil, is dat wij ook in onze ziel, in onze roeping, deze proces van scheiding kunnen doen, van duisternis en licht. En ieder van ons heeft wel een stuk van die in de duisternis nog is. Maar God wil verlichten. En één heel sterk instrument van verlichting is het woord van God. Hoe meer wij lezen, hoe meer wij mediteren, hoe meer wij houden, hoe meer wij eten, hoe meer wij onze zielen voeden met het woord van God, hoe meer zullen wij deze verlichting krijgen in onze gedachten, in onze geweten, in de diepste van ons hart, waar ons geweten is, onze gevoelen. In de dag wil ook deze proces doen met ons. En door zijn woord een nieuwe schepping. Een nieuwe schepping in ons leven doen. Wij gaan nieuwe schepselen worden als wij laten ons herschapen door het woord van God. Door zijn genade en door de sacramenten. God heeft geschapen natuurlijk, zoals jij bent, maar hij wil u herschapen, maar met uw hulp, met uw inzet, met jouw wil en jouw beslissing, jouw toelating. God kan je niet herschapen als hij niet dat toelaten. Psalm 104. Verheerlijk mijn ziel de Heer, wat zijt hij groot, Heer mijn God. Met glorie en luister zit hij gekleed. Uw mantel is zuiver licht. Hij hebt ook de aarde geplaatst op haar zuilen. In eeuwigheid
wankelt ze niet. Hij heeft haar de oerze als kleed gegeven. Het water stond boven de bergen uit. De bronnen deed hij uitstromen als beken, die dringen zich tussen de bergen voort. En aan hun oevers nestelen vogels en zingen tussen het struikgewas. Hoeveel is het wat hij gedaan heeft hier, en alles in wijsheid gemaakt. De aarde is vol van uw schepsels. Verheerlijk mijn ziel de Heer zij altijd geprezen. Uit het hele evangelie volgens Marcus. In die tijd, toen Jezus en zijn leerlingen overgestoken waren, bereikten zij de kust bij Genezareth en liepen de haven binnen. Zodra zij uit de boot gestapt waren, herkenden de mensen hem. Zij liepen heel de streek af en men begon de zieken op hun beden naar de plaats te dragen, waar men hoorde dat hij was. Waar hij maar binnenkwam, in dorp of stad of gehucht, legde men de ziekten op de plenen en smeekte hem of zijn tenminste de zon van zijn kleed mochten aanraken. En alle die dit deden, werden gezond. Woord van de Heer. Wij danken God. Het is heel interessant te mediteren dat een periode van ziekten is ook een periode van overgang. En van een schepping. God kan ook deze periode van beproeving van ons lichaam en ook van onze ziel gebruiken om ons te herschapen. En als wij dat beleven met de Heer, als wij onze pijnen, onze angst, onze gevoelens aan Hem toewijden, zullen wij zeker een nieuwe schepping beleven. In onze ziel vooral, in Esther, en ook in ons lichaam en in onze familie. De periode van een ziekte is ook een periode vol van genade waarop wij kunnen tot God komen als een persoon die hem nodig heeft, die zijn hulp, die zijn genade nodig heeft. En we zullen zien dat God gaat komen, niet alleen met genezing, maar met een genade om ons opnieuw te scheppen. Een nieuw mens te scheppen. En we zullen zeker ook de anderen met andere ogen zien. We gaan een hart vol van medelijden hebben. Onze geweten zullen een verlichting krijgen. En we zullen meer mensen worden. We gaan de pijnen van de anderen begrijpen. De situatie, de omstandigheden van de anderen begrijpen. Een hart vol van mededogen, van medelijden en van barmhartigheid zullen we hebben. En we zullen ook erkennen wat in het leven kostbaar is. De kleine details, de kleine wonderen, vooral als we weten, ja, straks ga ik de Heer ontmoeten. In deze nieuwe schepping wil God in ons doen. Psychische of fysiek is ook deze tijd van beproeving is ook een gunstige tijd om zich te laten scheppen, herschapen door de genade van God, door zijn liefde, door zijn verkiezing. En dus beleven wij dat met als christenen en steunen wij de anderen die dat beleven als christenen, mensen die geloven in de barmhartigheid van God. Dat is een vraag om te overwegen, om te mediteren, om te bidden. En vragen wij deze
kracht van de martelaren, die waren ook trouw aan de Heer tot het einde toe. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu in het uur van onze dood. Amen.